Meester Bart kan echt zo goed vertellen. Geschiedenis is sowieso mijn favoriete vak. Ja, dat stuk over het gewapende verzet is super interessant. Maar ik hoef ook niet te weten hoe hij zelf precies naar de oorlog optreden. Ik vind het allebei wel prima. Hoe langer hij praat, hoe minder wij hoeven te doen. Oh shit, straks worden de boeken nat. Het is goed, robotas is waterdicht. Wat moet dat? Maak jullie boekjes nat. Wat jammer nou. Dat was voor de geschiedenisles, jullie nerds. Blijf maar vragen stellen. Door jullie zijn lessen zo ongelooflijk saai. Als jullie volgende les nog zoveel vragen stellen, dan... Dan wat? Jij vieze, vuile, kleine rat. Zou hij dood zijn? Meneer, we willen u niet storen, maar we zijn ons aan het verstoppen voor... Ik denk niet dat hij je hoort. Het is gewoon een realistische pop. Het is een cyborg, staat hier. Uit de tijd van de oorlog lijkt het. Jongens, check dit! Mechanische offensieve eenheid, prototype 1.37. Een handleiding. Staat er hoe we hem aan kunnen doen? Is dat wel zo'n goed idee? Jill, ik ben aan het kijken. Hugo, dit zou echt een perfecte kans om Bella terug te pakken. Ze pest je al sinds groep 4. Dit is het minste wat ze verdient. Kom op, dat is toch super cool. Hier, de cyber reageert op stemcommando's. En hij heeft een A-knop in zijn knoop. Bovenste knop. Cool, laten we het uitproberen. Jongens, zullen we niet eerst even nadenken? En jij bent in de buurt geweest, dus jij mag het doen. Mechanische offensieve eenheid versie 1.37.
Pommeloes. Wow. We willen dat u een groep pestkoppen gaat bouwmaken, zodat ze ons niet meer zullen pesten. Wat zijn de coördinaten van uw doelwit? Daar zo. Zijn jullie gek geworden? Eerst een psychopaat op ons afsturen en dan hierheen komen. Wat is er mis met jullie? Het was niet zo bedoeld. Hij moest jullie alleen maar bang maken. We moeten eerst Bella in veiligheid brengen en dan de cyborg stoppen. Voordat hij nog meer mensen iets aandoet. Mee eens. Ik heb een plan, jongens. Kom mee. Cyborg kan hier elk moment zijn, dus we rijden jullie voor. We zijn nog geen vrienden, maar op dit moment staan we naast elkaar als broeders. Zijn jullie klaar om te vechten tot het bittere eind? Uit welk geschiedenisboek heb je die speech gehaald? Achter je! Vuur! Hoe gaat het met de rest? Ja, de cyborg zit achter ze aan en ik ben bezig met de reddingsmissie. Maar zoals je ziet, kan ik wel wat hulp gebruiken. Wapenstilstand? Deal. Wat moet er gebeuren? We moeten deze documenten in elkaar puzzelen en een oplossing vinden. Okay.
Nee, wat zullen we eigenlijk nu gaan doen? Hoi, jongens! Oh nee, niet die stagiaire. Juf Ines en ik hadden een heel leuk idee. Oké, okay, in plaats van dat we oorlog gaan spelen op het schoolplein, dan gaan we het doen in het bos. Ja, weten. Ja, vet leuk, man. Ik gewoon niet. Superleuk. Bedankt. Ik hou van jullie enthousiasme. Oké, okay, vul jullie dingetjes en dan zijn we erbij te trekken, oké? Jongens, ik doe niet mee. Ik pas. Oké. Doei. Weten jullie waar het groepje van Hugo en Bella is? Ze waren het bos ingerend. Ze hadden ruzie of zo. Oh, oké, okay, bedankt Tyrell. Verzamelen jullie maar je spullen en gaan we vast naar het bos toe, oké? Okay? Moet uitschakelen. Commando toevoegen prioriteit 1. Blaf is een hond. Commando prioriteit 1. Ga op 1 been staan. Commando, wat is? Commando toevoegen prioriteit 1. Springt rond. Commando toevoegen prioriteit 1. Laat me spelen. Commando toevoegen prioriteit. Doe het er hoor. Dit gaat een heerlijk dutje worden. Nog bedankt voor alle hulp. Wie weet voor het eerst de voldoende. Nou, dat zullen we wel zien. Kom op, guys.